Goeiedag allemaal. Vandaag gaan we eens een heerlijke, echte Thaise pompoensoep maken. Daarvoor hebben we nodig goede olijfolie, kippenbouillon, kokosmelk, roomboter, citroengras, lenteuitjes, Thaise peper, stukje knoflook, sjalotten, gewone ui en natuurlijk een pompoen. Nadat ik het kontje en de kop eraf gesneden heb van de pompoen, haal ik de pitjes en die losse drap eigenlijk zeg maar eruit. Dan zou je twee stukken over en die gaan we dan gewoon lekker in stukjes snijden. Ik heb hem natuurlijk wel even onder de kraan gewassen, maar je weet nooit wat er allemaal aangezeten heeft. Inmiddels, terwijl ik de pompoen ontsnijden ben, pak ik 10 gram bouillonpoeder. En dat doen we even in kokend water en dan laten we het een klein beetje koken en dan is dat ook alweer klaar. Inmiddels heb ik alles gesneden, de pompoen, de sjalotten en de ui, de knoflook, de pepers, citroengras en de lenteuitjes. Dus wat we nu gaan doen, pakken we de pan, hebben we opgezet. Dan gooien we een beetje olijfolie in. Zo, gooi ik maar lekker wat in. En dan gooi je gelijk de uien erbij. En dan zet je hem even iets zachter. Ja, en dat ga je lekker een beetje fruiten. Laat ze maar lekker rustig even fruiten, dan komt de smaak veel beter uit. En daarna gaan we de rest erbij gooien. Ik had de uien erbij gegooid, maar wat we er ook bij doen is gelijk de knoflook. Zo, die gaat er ook gelijk bij. En dat gaan we lekker even een beetje bellen. Na 1 minuutje gooi je de pepers erbij. Dat laat je dan 5 minuutjes even zachtjes koken. Wat ik nog even vergeten was te straks, wat er ook nog doorheen gaat, is gele currypasta. Een grammetje of 20. Ga ik er ook doorheen. Dat maakt het echt Thaise. Na 3 minuutjes gooi je het gekneusde citroengras erbij. En dat ga je dan even een minuutje of 4-5 even lekker mee koken. Dus dat die smaak lekker goed doorheen gaat. Na 5 minuutjes ga je de lentei erbij en die laten we ook nog eventjes meekoken. Nadat het een aantal minuutjes heeft opgestaan, gooien we de gele curry erbij en de bouillon gaan we erbij gooien. Half litertje bouillon zelf gemaakt. Dat laat je even weer koken. Nadat we de bouillon erbij gegooid hebben, gaan we ook dus de kokosmelk erbij gooien. Die ruik ik van ARO-D, dat vind ik zelf de lekkerste kokosmelk. Ik gooi er 2 kleine pakjes in. Zo. Beetje mengen. En als die dan zo kookt een beetje, dan gaan we de pompoen erbij gooien. Ik gooi er, maar dat is echt mijn smaak, ook nog een stukje roomboter erbij. Zo, een stukje roomboter, dat maakt het iets, geeft het iets meer bite, zeg maar. Maar dat bepaal je zelf. Nou, als laatste gooien we nou de pompoen erbij. En dan doen we de deksel op en dan gaan we hem een half uurtje zacht koken. Kijk tussen beide wel eventjes of die niet te hard gaat. Voor mij ging die net iets te hard, dus heb ik hem even iets zachter gezet. Het staat nu op 4. Dat is beter. Misschien ga ik hem nog iets zachter zetten. Dus dan roer je het even, anders gaat het aanbakken.
Inmiddels heb ik de Herman de Blijke staafmixer erbij gepakt. Dan gaan we hem zo meteen mee pureren. Na een half uurtje koken is hij zo geworden. Dan zetten we hem lager. Eigenlijk zet ik hem uit al. En dan gaan we hem pureren. En dit doe je tot je de juiste dikte hebt, ja? En dan is die klaar. Zo, en